Nee, Miel, je hebt nog niet gewonnen. Oh ja, ik wil als eerste de andere boog. En de andere niet meer kan. Dan heb je gewonnen. Met de tafel aan het dekken. Nou ja. We is dan natuurlijk een relatief begrip, hè? Kijk, we zit daar. De afgelopen weken krijgen we weer steeds meer vragen via DM'tjes op Instagram of via Facebook. Dus we hebben bedacht, we gooien er binnenkort weer een Q&A. Wij zijn de familie Stoelhorst. Wat leuk dat je kijkt en welkom bij onze nieuwe video. Nou, we hebben nog wat taart over. Oh, dat is het voordeel als niet iedereen op de verjaardag komt. Dan hou je taart over. Dus het is nu zondagmiddag en we lunchen met taart. En Merel en Marijn zijn bezig met Merels favoriete spel. Eenhoorn vonkelglans. Alleen de originele regels, ja, daar zijn ze nu ondertussen natuurlijk een beetje te groot voor. Dus er worden nieuwe spelregels bedacht. En nu is er nog groot overleg. De originele regels, alleen wij doen met supers. Precies, dus er is groot overleg hoe de regels aangepast gaan worden. En of het dan wel eerlijk is voor beide partijen. Cupcake is bij mij 1. 1 is bij mij 2, 2 is bij mij 3 en 3 is bij mij 4. In het regenachtige gebied. Nee, niet met de 3 dat je dan 4 mag. Waarom dan? Dat vind ik gewoon... Meer aan de zon gaat alles dan binnen 1, snap je? Behalve de cupcake, die blijft ook meer. Snap je? Ja? Ik vind het wel fijn dat je zo leuk speelt, maar zou je even met je kont van tafel willen gaan? Ik weet niet waar jij opvoeding hebt genoten, maar hier zo te zien. Het volgende spel is uit de kast getrokken. Ze gaan de Climbers spelen. Dat hebben ze al een hele tijd niet meer gespeeld. Dus ik ben benieuwd of ze nog weten hoe het moet. Ik weet nog tenminste hoe het moet. Ik ook. Jullie zijn wel vrij snel omhoog gegaan al. Nee, mijn beurt is nog niet voorbij. Nee, zet jouw beurt. Mag niet. Ik ben niet. Ja, 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 ja. Ga je naar voren? Oké. Ik kan anders niet naar boven. Nee, Merel, je hebt nog niet gewonnen. Oh ja, het wil als je eerst het allerhoogste is. En de andere niet meer kan. Dan heb je gewonnen. Dus omdat je nu iets hoger staat dan Marijn, heb je nog niet gewonnen hoor. Want de stapels kunnen nog veel hoger. Nee, mama, we zijn op gelijke plekken. Oh, dezelfde hoogte zelfs. Wat ga je nu doen? Nee, Marijn, ga je nog niet blokkeren? Nee. Ik denk dat nog niet handig is, maar. Ja, ik moet even. Dit staat. Nou, het allerhoogst. Heb je nou die zelfgemaakte oorbellen in? Eens kijken. Super tof. Wat zei je? Mag je ook schuin nemen? Nee, je mag alleen maar recht. Heb je serieus dat je broer was hè? Nog niet. Maar dat komt zo wel. Nou jij, Merel, schept het toch op dat jij de hoogste was? Toch? Nu ben ik de hoogste. Nou, hierna Merel. Marijn geeft aan dat hij niet kan ontkennen dat Merel goed gespeeld heeft. Merel, Annemieke, ja? Ik vraag je nog één keer om met je kont van tafel te gaan. Ja. En dan wordt hij wel lastig, Marijn, want Merel heeft je redelijk geblokkeerd. Op aanwijzen van haar moeder. Nou, Marijn kan niet meer verder. Marijn kan nog wel verder met katten doen tegen zijn zus. Ja. Maar hij kan niet meer verder. Hij zit lekker in de schommelstoel. Ik lees het even. Ik zie het nergens. Het is zondagochtend, bijna tijd voor het ontbijt. Dat zou je niet zeggen als je dit al ziet staan. Want Stoelhorst is zo lief om het alvast te laten pruttelen voor morgen, als er weer gewerkt moet worden. Dus, we zijn de tafel aan het dekken. Nou ja... We is dan natuurlijk een relatief begrip, hè? Kijk, we zit daar.
En je is de tafels aan het dekken. Maar dat geeft niks. Wat zeg je, Figaro? Had je weer een vliegje gevonden? Ja, wereldje. Wil jij thee of optimaal? Optimaal. Marijn? Ja. Thee of melk? Nog een glas melk. Melk! Pak je even bekers dan? Nou. Merel, wat ontbreekt er nog op tafel? Jam. Oh, pak maar even. Je hebt gelijk. Er ontbreekt jam. Gevonden? Is het jam? Weet ik niet, moet je even lezen wat erop staat. Jam. Ja, jammer, jam. Oké. Dus wat heb je nou gepakt? Jam. Wat voor jam? Aardbeien. Oké. Okay. Jam. Ja, jam. Yummy, jam. Marijn, aan tafel. Ja. Tijd voor ontbijt, niet voor geloepen zeten pasta saus. Wel fijn dat hij al klaar is hoor, voor morgen. Maar zullen we nu eerst even gewoon gaan ontbijten? Ja, maar ik moet hem wel even proeven. Oké, okay, en Marijn? Als je van plan bent om nog een scheetje te laten, kun je dat dan even op de wc doen in plaats van naast mij aan de ontbijttafel? Ik vind dat zeer vies. Hannes, hoe is de koffie van je nieuwe koffiezetapparaat? Heerlijk. Hoe is de... Nog vieser als normaal. Hij ruikt nog meer naar koffie dan die Senseo-petjes, hè? Ja, echte koffie. Ja, papa is er blij mee, daar gaat het om. Dan moeten wij het maar even uitzingen, Marijn. Totdat je ook een jaar of 13, 14 bent, dan moet jij ineens op koffie. Koffie is sapie, koffie is sapie. We moesten eruit zingen. Ja, precies. Je hoeft niet per se koffie te gaan drinken, hoor. Ik wel. Nee, hoor. Er zijn ook heel veel normale mensen die geen koffie drinken. Wie dan? Ik. Mama. Nee, ja. Ik vind mezelf toch vrij normaal, eigenlijk. Nee, mama is heel bijzonder. Mama, je kan niet normaal zijn. Als we dan op zaterdagavond met z'n allen Wie is de Mol hebben gekeken en er blijft wat over, dan heb je geluk. Dan is het zondagochtend, kliekjesochtend. Want wat heeft Marijn het allerliefst op zijn cracker? Brie en pesto. Brie en verse pesto, echt verwend snotje. Ja. Waarom was er geen brie bij Wie is de Mol? Omdat er nog maar een heel klein stukje was. Dus daar kun je nu lekker van genieten. En het is ook niet dat er niks op tafel stond gisteravond, hè? Zo. Het nadeel van roomboter. Die kan het slachten. Is dat meer als boterham doorgaans al half kapot is, voordat ze klaar is met de boter smeren. Maar ja, er zit wel de minste troep in, dus we blijven volhouden. De roomboter op de boterham. Wat hebben jullie met mijn kinderen gedaan? Ik knip voor jou. Nou, gewoon. Ik knip voor jou ook. Nou, ja, dan jullie mogen even... Vooral met die melksnor. Dus, ja, fijn met die optimaal snor. Waarom heb je het steeds van mij? De afgelopen weken krijgen we weer steeds meer vragen via DM'tjes op Instagram of via Facebook. Dus we hebben bedacht, we gooien er binnenkort weer een Q&A in. Dus, heb je vragen voor mij, of heb je vragen voor Hank, of voor Merel, of voor Marijn? Zet ze dan even of hieronder in de comments. Of doe het even via Facebook, gewoon bij Karen Stoelhorst. Of via Instagram, de familie Stoelhorst. En dan gaan we die binnenkort allemaal beantwoorden. Wil er nog iemand een cracker met hummus? Nee, dank je. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Dag!